Bijvoorbeeld toen ik wegging, zei hij: lieve maan, ik wens je heel veel vrijheid toe. Dat heb ik echt nog nooit tegen iemand gezegd. Bring the noise when we run upon them. Free, free, da, da, da. Free. Hey, ik ben Maan en dit is Bring the Noise. Hij is van mij. Het maakt niet uit dat je van mij dacht. Meisje, weet je niet dat hij op mij wacht. Zangeres Maan de Steenwinkel brak in 2016 door toen zij de winnares werd van het zesde seizoen van The Voice of Holland. Haar carrière maakte meteen een vliegende start met hits als Perfect World en Ride It. Anderhalf jaar later behaalde ze zelfs al de tweede plek in de Nederlandse top 40 met de single Blijf bij mij, die ze samen met Ronnie Flex opnam. Dit jaar deed ze hier nog een schepje bovenop, maar liefst 7 weken stond ze bovenaan de top 40 met het nummer Hij is van mij. Dit jaar is Maan, samen met Kraantje Papi en Sam Veld, benoemd tot ambassadeur van de vrijheid tijdens Bevrijdingsdag op 5 mei. Dat houdt in dat ik samen met Kraantje Papi en Sam Veld ben uitgekozen om op meerdere bevrijdingsfestivals te gaan staan. En dan gaan we per helikopter daar naartoe. Ja, echt super vet. We worden ook gevlogen door de luchtmacht. En wij gaan met z'n drieën proberen om bewustzijn te creëren om bij mensen en vooral ook vind ik onder jongeren dat ze niet moeten vergeten hoe bijzonder het is dat we in een vrij land leven. En dus wij zijn met z'n drieën mogen bepaalde dingen doen om dat bewustzijn te creëren ook. Ik mag nu een ontmoeting doen met een oorlogsveteraan. Die is 40 jaar oud en die heeft nu in Afghanistan gevochten. En dat we eigenlijk niet eens bij stil zijn dat op dit moment nog steeds ook Nederlandse mensen in de oorlog zijn. En die vechten voor ons land en voor onze vrijheid nog steeds op dit moment. En dus ik ga met hem praten en kijken hoe het zijn leven heeft beïnvloed en weet je wel, wat voor keuzes hij allemaal moest maken en wat voor hem dan ook vrijheid betekent. Vorig jaar sprak Maan ook al met een oorlogsveteraan, namelijk Jan de Vaal. Dat gesprek maakte diepe indruk op de zangeres. En ik dacht, ik moet wat meenemen, ik moet u bedanken, maar eigenlijk kan ik u niet op hem bedanken, want het is ongelooflijk. Het is bizar dat u uw eigen leven wilde geven voor ons. Nee, ik ben blij dat de vrijheid en de respect. Ik ben zo blij dat u ook hier zit in de vrije. In de vrijheid niet houden. Doe dat niet, meid. Mm-hmm. Het geeft dan niks. Maar wat betekent het begrip vrijheid voor Maan zelf? Nou, onder andere vind ik dat we gewoon heel goed naar elkaar moeten luisteren, heel open-minded moeten zijn en zorgen dat we gewoon met iedereen die op deze aarde leeft, want de aarde is van iedereen, veilig en goed en loyaal samen moeten en kunnen leven. Dat vind ik het belangrijkste en dat vind ik voor nu vrijheid. En dat we gewoon alles, weet je, kunnen zeggen wat we willen. En dat we zelfs Lucky TV's kunnen maken van de koning zonder dat er de volgende dag politie voor onze deur staat, weet je wel. Of, nou ja, als je reist, denk ik, en als je veel in andere landen komt, dan merk je gewoon dat daar vaak wat meer regels zijn. Of dat je meer beperkt wordt en wat je kan en wat je mag. En wie je bent, hè, als mens natuurlijk. En ik heb wel het gevoel in Nederland dat wij wel vooruitstrevend zijn daarin. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we de vrijheid. Ook al is het alweer 74 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam, het vieren van onze vrijheid blijft belangrijk. Ja, absoluut. Want weet je wel, het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. En ik denk, doordat er zo'n dag is, dat iedereen er heel eventjes wel bij stilstaat. Ook vooral door dode herdenking natuurlijk de dag ervoor. En dan de dag erna dat ze echt denken, yes, ja. Weet je wel. Het is zo normaal voor ons en voor onze generatie. En ik denk ook dat wij, jij en ik ook de laatste generatie zijn die mensen echt in levende lijven kunnen ontmoeten die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En ik heb ook een keer een ontmoeting gehad met een verzetsheld van 96. Die heeft 2 kampen overleefd. Kijk, als ik het nu na zou vertellen, zou je bijna denken, het is een soort horrorsprookje, weet je wel. Je kan je niet voorstellen dat dat echt is gebeurd. Maar als je zo iemand in zijn ogen aankijkt, dan zie je het verdriet. En dan zie je hoe dat hem heeft gevormd als mens. En gewoon de waarheid, weet je wel, zie je in zijn ogen. En hij is er ook heel krachtig door geworden. En bijvoorbeeld toen ik wegging, zei hij: lieve maan, ik wens je heel veel vrijheid toe.
dacht ik, dat heb ik echt nog nooit tegen iemand gezegd. En voor hem is dat zo belangrijk. Dus ik denk dat het voor onze generatie heel goed is om zoveel mogelijk verhalen te horen en dat goed te blijven onthouden en weer door te kunnen vertellen aan onze kinderen. Bring the noise when we run upon them. Free. 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 Free.